En heeft een pijl in zijn neus zitten. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Cosmo Survive World. Met Dylan natuurlijk erbij. Ja. Oh, ik wou zeggen, ga je nog wat zeggen of niet? De vorige keer heb je kunnen zien hoe wij deze nieuwe cave hebben gevonden onder ons eiland. En oh, zombie. Ik heb geen wapen mee, bedenk ik me nu. Dat is misschien, dat is niet zo handig. Maar goed. Kijk eens. Oh my god. We hebben een mooi systeempje onder ons huis. Ik heb een axe bij me. Jij hebt een axe bij je? Yep, we kunnen hier gewoon hout farmen, alles. We kunnen gewoon hier een nieuw klein beestje bouwen. Dingen omsmelten, wapens maken. Yep, we hebben hier gewoon dus een mineshaft onder ons huis zitten. Weet je hoe geweldig? Als mensen vergeten, allemaal niet alvast even een like aan te klikken. Als je het leuk vindt dat we dit nog steeds zoveel uploaden. In ieder geval om de dag. Lekker ermee doorgaan. Nou, ik heb hier nog wat iron. Oké. Oké, ik plaats mijn torch op de iron. Dat is ook niet echt... Hey, dan kunnen we ook... weet dat? Melon seeds. Dat ja, ik wil zeggen pumpkin, maar het is melon. Oh, hieronder zit ook nog spul. Ja, ik mine ook het kool. Ik weet dat we nog iets van 20 koolbloks hebben, maar kool kan je nooit genoeg hebben. Nee, echt hè? Het is jammer dat het geen tech is, anders hadden we het om kunnen zetten in charcoal. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is het ook wel een leuke challenge om gewoon een keer een hele kist vol te krijgen met koolbloks. Helemaal vol. Ja, nou ja, daar ben je wel een tijdje mee bezig, maar het lukt wel. En ik ga die strings ook meenemen. Strings? Ja, als je met je zwaard die website... Oh ja. Ik moet niet hier gaan verdwalen. Hier is ook water, man. Dylan, kan je weer nieuw water halen. Hier rechts is al water. Oh, mooi. Ik zie hier ook al een kist. Ik zit te kijken, ik denk, maar er zit gewoon een kist hier. Ik heb mijn watersource. Oké, daar gaan we dan. Ta-ta-ta-ta. Oh, mag ik er niet in? Oh. Nu dan? What the fuck? Oh ja, ik zit er wel in. Oh yeah. Melon seeds, ik neem het gewoon mee. Lapis lazuli. Gewoon pakken. Kool, brood, awesome. Ik neem trouwens ook de kist en de minecart mee. Ja, de minecart kan handig zijn, want dan kunnen we een minecart systeem over het water naar het normale land doen. Precies. We hoeven niet elke keer met de bootjes. Daarom. En ik zet dit water even uit hier. Want de rails gewoon allemaal ook verzamelen, man. Ja, is goed. Maar hier ben je. We hoeven ook geen rails te maken. Gold in het dak. Voor een golden apple als we een keer op adventure gaan of de Ender Dragon willen gaan verslaan. Dit is trouwens wel echt fantastisch dat we deze gevonden hebben. Want we zitten nu zonder heel veel spullen. En die kunnen we hier allemaal weer terugvinden. Ja, dit is het beste wat je eigenlijk kan hebben in een Minecraft Survival serie. Als je weer bij wijze van opnieuw begint. Ik heb hier even een crafting table trouwens. Okay, nice. Als jij een bucket of lava in een oven doet, hè? Dan gaat die 100... je bucket gaat volgens mij... Nee, die gaat niet weg. Nee? Als het goed is niet... Okay, en je kan 100 juices ermee... Oh, kut. Okay, wacht even dan. Jij wou die lava hebben. Oh, shit. Nou, maakt niet uit. Ik heb genoeg kool, maar ik dacht, weet je, kunnen we dat daar even mee maken. Maar dat maakt niet uit. Toen ik dat blokje in die lava deed, snapte ik dus pas wat jij wou doen eigenlijk. Dus het was echt zoiets van, oh, kut, dat had helemaal niet gemoeten. Maakt niet uit. Ik wil eventjes een iron sword maken. Dan kan ik ook de webs natuurlijk slopen. Ja, inderdaad. Dat is wel zo handig. Oh, dan heb jij mijn hout opgepakt. Het ligt hier nog. Nee, het ligt hier nog bovenop, sorry. Nou, ik loop even vast een klein stukje verder. Even kijken wat ik hier nog tegenkom. Is goed. Ja, we moeten sowieso nog heel veel iron hebben, dus... dit kan stoppen met smelten nu. Oké, ik denk dat we zo hierheen moeten, want oh, wacht, ik ben even kwijt. Oh, hier ben je, ja. Hier zo zie ik iets. Ik zie ook kool. Aha. Ja, ik zit alle kanten een beetje te kijken. Hier zo zie ik een trappetje naar boven. Hier zo kunnen we denk ik het beste heen gaan. Ik ga hier dwars door de muur heen. Andere kant kom ik uit. Hey! Hey! Ja, ik wil toch het kool meenemen, ik weet niet. Dit is toch, ja... Weet je, als wij dan straks nog iets heel groots willen maken of moet iets omsmelten en je hebt geen kool... Dat is zo zuur. Ja, dat is echt zuur. En heel veel torches kunnen we ook natuurlijk nog maken. Want ja, we moeten ook nog een keer de nether in natuurlijk voor glowstone te halen, maar... Ja, glowstone. Ja. Het is niet echt nodig hoor, maar... Oké. Even kijken. Hier is niks meer. Dit loopt dood. Wacht, ik doe even zo. Even alles in opschuiven, hoppatee. Weet je wat we dan het beste wel kunnen doen? Afsluiten. Alles wat dood loopt, sluiten we af met een bepaald blokje. Met dirt zo. Ja, of met cobblestone. En wacht, met dirt en zetten we er een torch zo op, zo van no-go. Ja, dat is wel het beste, want anders raak ik altijd verdwaald in deze stomme systeem. Hier onderin? Het is gewoon letterlijk een caveje die er onder... Oh. Ik heb hier weer een nieuw stuk gevonden. Je liep me zo voorbij. Oh, really? Ja. Hey, wist je dat jij rails kan weghalen met je zwaard? Echt? Gaat dat sneller? Weet ik niet, maar het kost je niet je pickaxe. Oh, ja, dan kun je het volgens mij net zo goed met je vuist doen. Ik weet niet of dat wil. Hey, stomme vogel, ga weg. Waar is hij nou? Vleermuis. Ja,
vogel, vleermuis, hetzelfde. Ik zie hier nog lapis. Maar nee, ik zie hier... iron. Ja, ik loop nu alleen niet meer in de mineshaft, maar... Oeh, ik vind hier wel lekker een ironpijl. Hoppa. Toch belangrijk dat we dat allemaal meenemen. Zo. Ja, lapis heb je in principe geen hol aan, maar... Nee hoor, ja, voor het nieuwe enchant willen ze dat wel gaan doen. Maar ja, lapis, ja. Maar ja, of we de server nou gaan updaten... Denk het niet, nee, want dan moeten wij, je hebt er niks aan. Nee, dan moeten wij allemaal nieuwe chunks zo gaan zoeken. Dat shit heeft helemaal geen zin. Nee, precies. Dan kun je beter zeggen van ik ga tot zo lang door tot we alles hebben gedaan. De Ender Dragon hebben verslagen en zo. En dan start je een nieuwe. Ik vind het op het moment veel te leuk doordat we dit eiland hebben gevonden. Ja, precies. Ik vind het echt tof gewoon. Wacht even, we moeten dit afsluiten. Dit nu, hè? Dit moeten we nu afsluiten. Van hier hoeven we niet meer heen. Ja, klopt. Oké, afgesloten. En dan hier helemaal rechtdoor zag ik een trappetje naar boven. Oh, hier ligt nog een string. Oké. Oh ja, hier ja. Oh, ja, het gaat verder hier. Ja. Mooi. Hier zie ik ook weer kool. Ja, ik mine er toch weer mee. Ik krijg ook levels van natuurlijk. Dat is ook heel chill. Inderdaad. En ja, gewoon kool. Ja, heb je gewoon nodig. Op een gegeven moment raakt het een keer op. Het gaat allemaal op, want als jij een stekje stone wil smelten, heb je gaat er al 7 kool verloren. Nou, oh, ik ga vanaf hier nu heel veel monsters. Ik ga vanaf alleen een paar kool blocks gebruiken, dus dan gebruik ik eigenlijk 9. Maar goed. Oh, creeper in je bek! Pas op! 2! 3! Oh, deze pak ik wel. Wow! Ach ja. Oh, hier zit een spider spawner, man. Slopen. Nee. Wil je ja, een speefvarm maken? Want ik bedoel, ja. Ja, ik weet het niet. We hebben niet zo heel veel. Oh. Creeper. Nou, ik weet niet. Ik denk slopen, man. Nee, want... hier is zo'n grote ruimte. Oh, wacht, hier komt de skeleton aan. Ik zeg gewoon slopen, want die dingen heb je geen kloot aan. Oké, ik loop hier random door dat dirtplek hierheen en ik zie hier gewoon weer een kist. Oké, nice. Wat zit erin? Een boek met power 4 en fire protection 3. Oké, nice. Kool, een zadel en ingots. Oké, nice. Wat voor zadel? Ja, gewoon een zadel om op een paard te doen. Oh, ik dacht, ik zat te denken aan horse armor. Oh, nee. Oh, nog zo'n spanner. Ik kom eraan. Oh, wacht, lapis lazuli. Ik hoor een slime. We zitten bij een slime chunk, man. Ja, maar je slimes spannen toch in de dinges? In de... Nee, niet meer. Nee, maar die spannen in de, hoe heet dat? In het moeras, hè? Dus zo speciaal is het tegenwoordig niet meer. Ja, nee, wel dat wij hier in moeras zit dus weg. Ja? Ja. Sinds wanneer? Dat hebben ze veranderd toen. Oh, really? Ja, het spannen nog wel in het moeras. Maar hoe en wat dat ook weer zat, dat weet ik niet meer. Laten we hier een slime zoeken, kunnen sticky pistons krijgen. Nou, ik weet niet waar die zit. Ik hoor hem wel. Wow. Wacht, ik trap mezelf hier een beetje. Nou, laat maar zitten dan. Oh, ik heb hem gevonden. Is hij dik? Even kijken. Ja, nee, het is niet zo'n hele dikke. Deze geeft hij allemaal slimeballs? Jawel. Dan komen er 4 kleintjes uit en dan... Ik heb hem doodgemaakt. Hier liggen slimeballs. Hoeveel heb je er? En ik heb hier nog... Ik heb nu 4 slimeballs, man. Oh, maar Dylan, kom eens hier. Kijk dan. Het gaat dan nog verder, daar is nog meer hout. Oh, dus hier beneden ook, kijk dan. Ja. Maar wacht even, ik heb mijn info, man. Ik moet eventjes, drop cobblestone of zo. Ja, nou, ik heb dus eigenlijk moet ik even hout gaan verzamelen. Kan ik coal blocks maken, want ik heb 3 stacks core in mijn inf. Oh, ja. Dus ik pak even hier hout voor een crafting fortune. Table. Ja, maar ik kan hier een crafting table maken. Dus als jij ook nog iets hebt wat in elkaar moet. We kunnen ook iron omsmelten voor blocks uiteindelijk, als je dat wil. Nee, ik heb nu nog wel genoeg. Oké. Storage spot. Maar ik wil hier even kijken, want dit is fucking veel bij elkaar. Maar ik heb geen torches meer. Ik kan je torches leveren. Ja, is goed. Als jij even wat hout of sticks maakt. Ja hoor. Het is zo makkelijk dat we gewoon alles mee hebben genomen. Bam, bam, bam. Ik maak gewoon stack torches of zo. Als het niet meer hier is. Dat is echt bizar. Het gaat zo ver door hier. Dus echt één grote mine. Het is echt super chill. Oké, even kijken. Zo. Oké, ik heb 1,5 stack torches. Nou, ik zit hier. Ik weet niet of je me kunt zien. Ik zie jouw naam wel. Ja, ik weet waar je in bent gegaan. Ik moet even kijken. Ik moet even iets weg gaan gooien. Ik maak hier even een klein gat waar ik even dingen in pleur. Gravel kan ik niet meenemen. Cobblestone gooi ik weg. Ja, gunpowder gooi ik weg. Flint ook maar, weet je. Ja, dat is... strings. Ja, moet ik dat meenemen? Voor een boog. Ja, een boog, wol, visengel. Dirt kan weg, dit geef ik zo visengel aan jou. Kun je bijvoorbeeld boekjes op vissen en weet ik veel allemaal, hè? Één bot gooi ik weg, hoor. Ja, bot kun je... Ja, nou ja. Ja, we hebben een hele stack dinges.
Geef maar aan mij, ik heb een pot in meer. Oh, ik heb het in een gat gegooid. Oh, nee, maar gaan. Hier, wacht, je krijgt toortjes. Die en dan... Daar nog even wat van. Zo, we hebben ongeveer weer gelijk. Waarom kan ik het nou niet oppakken? Je invis wel. Nee, mijn invis is nog niet vol. De fuck, dit ziet er raar uit. Ja, dus allemaal door elkaar heen. En hier beneden gaat ook weer verder. Ja, klopt. En hier beneden gaat het nog weer verder. Ik volg jou eventjes. Hier heb ik net wat weggehaald. Hier zo. Ja, dit iron ga ik wel weer meenemen. Ja, hier zit Freak, ik viel naar beneden. Nou, hier zit, gaat het ook weer verder. Daar gaat het weer verder. Ik weet niet, gewoon niet waar we heen moeten. Het is zo... Ik hoor een Enderman. Enderman? Ja. Ik heb mijn geluid iets te zacht staan daarvoor volgens mij. Wacht even. Sound, master volume zet ik even op 20. Hoor maar. Je hoort hem zo wel. Hoor je zo'n geluidje? Tot nu toe hoorde... Holy shit, hier is een hele zombie-apocalypse. Hoor je hem? Oh! Oh. Hier staat die Enderman. Ja? Oh ja. Twee zelfs. Nou, laten we alsjeblieft dan een... wat goeds krijgen. En een pearl. Ik word alle kanten opgegooid. Een zombie villager. Twee enderpearls. Mooi, dan hebben we totaal 10. Pas op, zombie, pak hem. Ik moet eten. Oh. Zou je niet ergens een zombie spawner zitten? Nee man, dat is natural. Hoe meer zombies er zijn, des te meer de spawnen. Oh, die enderpearls liet je gewoon liggen. Ja, ik heb mijn info zitten, maar al mijn troep. Maar niet uit. Oké. Okay. Nou, we zijn even rustig. Het is toch een hele goede looting tot nu toe. Ja, inderdaad. Alleen maar, de Minecraft hier gaat hier weer omlaag. Maar ik vind één ding vind ik raar. Zeg maar, Mycelium spant het niet, maar hieronder spant het wel. Of zitten we niet in Mycelium nu? We zitten nu in Multiply Chunk Chase. Oh nee, we zitten nu in Ocean. Ocean, we zitten onder de oceaan nu dus. Redstone, oh, die sloeg je bijna. Ik hoor een baby zombie. Nou, die mag jij mee vechten. Little Chuck Norris. Hoppatee. Oké. Kunnen we naar boven. Dus één grote grot. Oh crap. Ik neem toch nog wel wat rails mee, man. Wat ik hier toch weer zie. Ja, ik vergeet heel vaak die rails mee te nemen, maar... Ja, het is ook niet mijn favoriete behoefte om meer rails te gaan pakken, maar goed. Moet wel. Ik ga het wel 10 keer zo snel natuurlijk. Hey, hier beneden zit lava en shit. Dan kun je je bucket pakken. Ja, maar ja, ik heb een bucket met water, hè. Maar misschien zit hier wel diamant, zou ik zeggen. Diamanten, zit hier ook nog ook, Dylan? Ja? Ik zweer het je. Wat de fuck? En ik hoor een Enderman. Hey, ik heb een boog van een skeleton. Ik zag het, ik heb hem opgepakt. Oh. Oké, pas op. Waar is die dia's? Hier om het hoekje. Oh ja, krijg nou wat. En ik heb fortune, dus dat gaat awesome worden. Ik weet niet hoeveel er is. Oh, ik viel bijna meerdere. Ik viel bijna het lava in, wacht even. Even voor de safety. Ja, en nog niet minen hoor, wacht. We gaan omheen weg minen. Die redstone mine. Ja, kijk, hier zit alweer lava. Haha, dacht ik wel. Ja, precies. Oké, hier eromheen. Ja, dan ga je even de grond in. Kijk, het is safe. Je kan ze minen. Ja, oké, dan gaan we dan. We gaan het doen. Hoeveel gok jij er te komen? Het zijn 4 ores. 4 ores. En jij hebt fortune 2 of 3? Fortune 2. Ik gok 8. Ja, ik gok op 7. 9! Oh, nice, gek. What the fuck, jongen. Deze looting, man. Ja, dat is fucking chill, gek. Dit is echt bizar. Gewoon, en we halen hier food supplies vandaan, dus melon seeds. We halen hier diamonds vandaan, we halen hier enderpearls vandaan. Wauw. Vermoei je nog hier? Pak dit even als food. Nee, maar ik heb nog heel veel food. Oh, heb je je foodbar ook vol? Ja, joh. Oh, nou ja, dan laat ik het lekker liggen. Want ik gooi het ook nog weg, man, want ik heb echt nog heel veel eten. Ja, ik kan er zelf ook niks mee op het moment, dus. Ik mag nog even voor de zekerheid wat obsidian neem ik even mee. Even die stuws gooi ik allemaal weg, wegwezen. Ja, heb ik op dit moment niks aan. Flash heb ik ook niks aan. Hekjes heb ik ook niks aan. Wacht, jij wel die string zou ik op jou gooien. Spider-ijs moet je wel hebben. Ja, mag jij hebben. Arrows, ja, gooi ik ook gewoon op jou. Ja, heb ik ook. Wacht, als ik nou... Spider-ijs heb ik ook. Heb ik niet verder. Ik heb wel redstone, heb je niks aan. Dat heb je zelf ook een wel. Boog heb ik ook, die kan ik samenvoegen. Hotte flash heb ik niks aan. Weg. Nou, dit was toch weer een heerlijke looting spree hier. Ja. Laten we doorgaan. Kunnen we weer naar boven. Oh, hier ligt nog een boog. Oh. Hier, gewoon op jou. Dan ga ik ze samenvoegen. Hallo, zombie. Jij mag dood. Zo. Oké, laten we dit even een beetje afsluiten op een of andere manier. Wacht even. Een lelijke manier zo van. Tak, tak.
Oké, dan weten we, hier zijn we geweest. Zo, oké, dit is dicht. Ik hoor een Enderman ergens. Zombies hoor ik rechts van ons. En ook een Enderman, inderdaad. Wacht. Hij wordt geraakt. Hij zit bij water. Hij is dichtbij. Hier hoor ik water. Boven mij, volgens mij. Of onder mij. Pas op. Oh, ik mine hier wel random naar een keer naar iron. Maar hij zit hier links van me, man. Of rechts bedoel ik. Ja, de stroom wordt hier... Wordt hij nou luider of niet? Ik hoor zo'n creepy godgeluidje. Ja. Ik zit er ook echt letterlijk alle kanten op te minen hier nu even, maar ik weet het niet. Even een lichtje erbij, hoppatee. Hè? Ik ben ook gewoon maar random aan het minen nu, maar ik weet... Heb jij iets gevonden? Wacht hoor. Ik ga even mijn geluid iets boosten. Oké, als ik hierin loop, gaat het water weg. Nou, ik weet het niet. Gewoon een keer Dylan zand scheppen, of dirt scheppen. Wat raar dat je dan gewoon niet weet waar het zit, hè? Ja, ik heb het gevonden. Het zit boven ons hier. Kom eraan. Kijk maar, het drupt naar beneden. Oké, laten we dan rustig naar boven gaan. Yep. En we kunnen zwemmen. Oh, damn it. Wat deed jij nou? Alleen even het water niet. Oh, nou, maar niet uit. Oh ja, hier zit een Enderman. Kill him. Twee weer. Lekker. Oh nee, huh? Die andere is weg. Hij kreeg wel een Enderpearl. Lekker, mag ik hem? Ja, hier zo. Jij bent de Enderpearl-drager. Yes. Oké, okay, kunnen we het beste weer naar beneden gaan? Ja, wacht even, hier is nog wel allemaal iron, man. Wil ik toch even nog even... Ja, oké, de iron kunnen we wel even hier nog weghalen. Want ik weet wel hoe het gaat, straks hebben we weer te weinig iron en dan... Maar goed mensen, voordat we naar beneden gaan wil ik jullie alvast even bedanken naar het kijken naar deze aflevering van Cosmos Survival Wereld. Dylan pijl in zijn neus zitten. Dat is een beetje raar, maar goed, in ieder geval bedankt. Vond je het leuk, vind je om die like aan te klikken, vind je op abonneren te klikken. Dit is kanaal te checken, staat in de beschrijving. Durf je meer te checken, is ook in de beschrijving. En wij zien jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van Cosmos Survival Wereld. Later mensen. Doei.